Bijna iedereen drinkt koffie. Nederlanders drinken per persoon zo'n 140 liter aan koffie per jaar. We drinken het om wakker te blijven, langer door te werken of uit gewoonte. Het opwekkende effect van koffie wordt veroorzaakt door de cafeïne die erin zit. We kennen veel soorten koffie en het cafeïnegehalte per kopje kan erg verschillen. Zo is de cafeïneconcentratie in espresso hoger dan die in filterkoffie, maar is de dosis vaak kleiner. Verder bevat zelfs decaf koffie nog cafeïne. Je kan dus cafeïne in verschillende hoeveelheden dagelijks binnenkrijgen. Maar het energieke effect van cafeïne is niet altijd even goed voor je. Hoe vermijd je de nadelige effecten van cafeïne? Maar eerst, hoe werkt cafeïne eigenlijk? Normaal krijg je hersenen een signaal door van het molecuul adenosine. Dit laat je gedurende de dag steeds slaperiger voelen. De cafeïne in koffie blokkeert het signaal van adenosine. Hierdoor voel je je energiek na het drinken van koffie. Maar door dit effect van cafeïne kan je natuurlijke slaapritme verstoord worden en kan je afhankelijk worden van koffie om je energiek te voelen. Hoe kan dit dan? Je energieniveau wordt beïnvloed door het hormoon cortisol in je bloed. Met een hoger cortisolgehalte voel je je energieker. Door je natuurlijke slaapritme heb je een hoge cortisolpiek in de ochtend en een lage piek aan het einde van de middag. Wanneer je koffie drinkt, zorgt de cafeïne ervoor dat je cortisolgehalte stijgt. Hierdoor krijg je meer energie. Wanneer je koffie drinkt tijdens de cortisolpiek in de ochtend heeft cafeïne weinig effect. Tijdens deze piek bereik je namelijk al bijna je maximum in energie. Naast ochtends beïnvloedt het drinken van koffie ook s'avonds je natuurlijke slaapritme. Cafeïne verhoogt je cortisolgehalte, waardoor je moeilijk in slaap valt en korter en lichter slaapt. Daarnaast, als je veel koffie drinkt, zullen je hersenen ter compensatie een sterker adenosine-signaal maken. Zonder koffie zul je dus slaperiger voelen dan normaal. Je hebt dan meer cafeïne nodig voor hetzelfde opwekkende gevoel. Om de nadelige effecten van cafeïne op je slaapritme te vermijden en afhankelijkheid te voorkomen, is het dus belangrijk om te denken aan de dosis en de tijdstippen waarop je het inneemt. De aangerade maximale dosis cafeïne is 400 milligram per dag. Dit alles komt neer op het advies om gemiddeld maximaal vier koppen koffie per dag te drinken, afhankelijk van de soort, tussen één uur na het opstaan en tot zes uur voor bedtijd. Op deze manier kun je genieten van de energie van een kop koffie zonder de negatieve effecten van cafeïne.